luik. We zijn nog niet helemaal klaar. We willen het dak gaan schoonmaken. We hebben een rolstijger die we nu in elkaar aan het zetten zijn. Tigo is druk bezig. Karamba, je moet zeggen, op dat dak is hoog. En op zo'n wiebelend ding is dit ook wel hoog. Nou, eens kijken of we erbij kunnen. Ah, ramen. Nou, naar gisteren kwam, dat was 7:30 tot 11:00 op Aaltwee aanwezig te zijn. Ja, nu vrijdag gaan we weer 8:45 nu, dus het is wel wat later. We gaan weer verder met de hal. Ik ben eigenlijk helemaal op. Harde werkers. Het verschil zie je wel. Zaterdag, dag 3. Nou, het lichaam gaat nu wel opraken, maar we gaan nog even de keer. We hebben al heel veel gedaan. Dadelijk komt Rick de Lille nog even helpen. En Lucas. Vanmiddag wil Ratjan even kijken wat hij kan doen. Gisteren Thomas en Tigo die hebben geholpen. Zijn roltaart 2 uurtjes meegeholpen. Nou, heel fijn. Ja, en dat zit eigenlijk. Dit stuk hadden we gedaan. Met hier. Nou, dat ziet er wel keurig uit. Je ziet baan 2. Die moet enorm gebeuren nog. Baan 1 valt op zich ook wel mee. Ah, deze ochtend gaat goed verlopen met 3 man. Ik even rust nu. Dadelijk weer aan de arbeid. Lucas en Rick. Geweldig jongens. Nou, het project is geslaagd. We zijn nog niet helemaal klaar, maar als je dat dak zo ziet. Ja, gelukkig. Gelukkig wordt hulp. Ik had niet verwacht in 1 dag zoveel te doen. Dus morgen misschien maandag nog iets, maar that's it. En dan hebben we een mooie lichte hal op naar het indoor dubbeltoernooi met de kerstvakantie. Niet vergeten, jongens. Ja, vandaag om 12 uur begonnen. En nu nog even wat details wegwerken met Yannick, Sammy, Janine, Tara, Lina, Lisette, Marcel. Even lekker wat bollen rammen tegen dat ding. En ook op die manier viel een hoop gravel omlaag. De stijger afbreken. Het is gelukt. De hal is, nou ja, schoon is een zwaar woord, maar zoveel beter. Ja, nou dit ding buiten zetten en dan is het project voorbij.